Hi guys! Cringe nu al. Hi guys, ik ben vandaag met Emmy. We gaan even iets leuks, maar even iets simpels doen. We hebben al 10 video's gefilmd. We zijn goed. Dus we hadden jullie gevraagd om leuke vragen in te sturen. We hebben dus een foto hier zo op Instagram geplaatst. En jullie hebben dus antwoord of vragen gestuurd. Mijn haar is niet zo kort vergeleken met jou. Ja, mijn haar is ook echt oneven dit ook zo ziek gegroeid. Maar ja, wel leuk. Jouw haar is vet lang. Mm-mm. Volgens mij hebben we niet zoveel vragen, dus het wordt een leuk filmpje. Cuties. Wendy vraagt, ga je de originals kijken en wat is je mening over de Vampire Diaries nu? Heb jij het gekeken? Überhaupt? Ja, allebei. Ik allebei helemaal? Ja, ik loop achter bij de originals en volgens mij, ja, bij de Vampire Diaries is er altijd pas nog over, maar ik weet niet waar ik ben. Volgens mij heb ik alles gezien. Ik ben nu bij aflevering 11 van seizoen 8. Oh, ik ben bijna klaar, want het zijn 16 afleveringen. Ja, ik vind het echt een top serie. Maar het is best wel lang geleden dat ik dan het voor het laatst gekeken. Maar ik was altijd echt super verslaafd. Ik ook. En ja. Toen ben ik dus ook de originals gaan kijken. En is die leuk? Want dat heb ik dus ja. Die heb ik niet gevolgd. Ik heb volgens mij 3 afleveringen ja, gezien. Nee, dat was ik ook echt dol. Maar ik was vroeger, keek ik alles. Ik weet niet waar ik de tijd vandaan haalde. Echt, maar ja? Ik had echt een lijstje. Oké, dit ben ik. Met deze serie ben ik bij dat seizoen. Met deze serie dat had ik ook met helemaal aflevering 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan door. Ziek uitgebreid. Heel moeilijk, ja. Same. Ja, originals vind ik ook vet. Dus ik zou zeggen tegen jou, kijk het. Ja, oké. En ook tegen jullie, als jullie twijfelen, kijk het. Brilly zegt lekkere mensen zijn jullie toch. Nog een complimentje. Wat is jullie engste ervaring ooit? Dat vind ik moeilijk eigenlijk. Vind ik ook lastig. Ik denk dat ik wel weet wat de engste ervaring van mijn ouders met mij was, zeg maar. Oeh. We waren naar de IKEA en toen waren we bij de kassa en toen zeiden wij gaan naar de Gamehoek. En toen klommen we onder een kassapoortje door. Mm-hmm. Maar we hadden papa en mama niet gehoord. Dus die waren ons echt helemaal kwijt. En we waren best wel klein nog toen. Oh. En toen hebben ze ons laten omroepen door de winkel. Oh. Papa is heel de winkel teruggelopen. Childhood trauma. Maar ook het omroepen hebben we niet opgemerkt dat wij dat waren, zeg maar. En toen zaten we dus uiteindelijk in de speelhoek. En ja, mama en papa die waren echt nog net niet alle FBI's aan het bellen, volgens mij. Oh, erg. Oeh, ik had laatst, het was niet per se echt eng, maar ik had laatst Carrie gekeken. Mijn vader die ging stappen en de stiefmoeder die was boven. En ik ging naar boven, ik had net die film afgekeken. En ineens hoorde ik overal allemaal kraken en geluiden. En ja, dan ben en ik dan ook wel 4 keer achter. Ja, en ik was echt gewoon zeg maar een beetje klammig. Gewoon zo van, weet je wat, waar komen deze geluiden vandaan? Ik heb net Carrie gekeken en door een horrorfilm heb ik een trauma gekregen aan een Huis en Anubis film. Maar Huis en Anubis was ook wel legit. Ja, maar dat was ik echt. Ik was zeg maar echt hashtag nummer 1 Huis en Anubis fan. Alleen toen kwam dus die film en die leek op die horrorfilm. En toen zat ik echt in die bioscoop. Welke ik dacht, horrorfilm ik wil weg. House of Wax. En dan die tweede Huis en Anubis film en die vraag van Argus. Want dan hoorden hun zeg maar van die wassen beelden. Ja, ja, oh, trauma. House of Wax. En in die House of Wax wordt iedereen ook een wassen beeld. Maar ja, dan ga je dood. Ja. En in Huis en Anubis komt het natuurlijk weer goed. Alleen ik had echt, ik wilde zo snel mogelijk uit die film zo uit? Zo oud. Is die film zo oud? Ja. Ik heb die ook een keer gekeken. Ik snap je wel. We zijn oud. Ja. Favoriete serie ever. How I Met Your Mother is ook een favoriet geworden. Ik kijk nu New Girl en die vind ik ook echt heel leuk. Gewoon van die New Girl is altijd leuk. Die is echt zo grappig. Dan vind ik ook nog wel een leuke zo'n wegkijkserie. Grace en Frankie, die is zo Oh ja, daar ben je helemaal obsessief. Dat is wel echt iets voor vrouwen, zeg maar. Mannen zouden er echt niks vinden, maar die is zo leuk. The Walking Dead vond ik altijd heel vet. Heb ik nog nooit afgekeken, maar die vind ik wel echt gaaf. Ik heb 1 aflevering gezien, toen zat ik al achter een kussen, toen dacht ik klaar maar. Ja, die is wel, dat is wel echt intens. Toen dacht ik, die oh, is echt nee, intens. Ja. Nee. En maar wel echt vet. Ik vind The 100 ook wel vet. Oh ja, ja, die vond ik ook leuk. Nieuwe seizoen is nu begonnen. Ik denk inderdaad bij mij wel TVD. GG, dat gewoon. Maar dat is ook omdat ja, het Vampire gewoon Diaries is wel echt sentiment wel ook is. Oeh, wat is je droomvakantie? Curaçao. Ja. All inclusive hotel. En gewoon niks hoeven. Lijkt me wel vet om gewoon 4 weken in Italië in een lekker huisje met, weet dat je wel. Ook heel chill, ja. Of Zuid-Frankrijk of zo. Dat vind ik ook heel Het is eigenlijk een beetje het uiterste. Dat lijkt me allebei wel chill. Maar Curaçao vind ik een goeie. Curaçao. All inclusive inderdaad. En zelf niks om gewoon te betalen. Gewoon nergens meer druk om cocktails, te maken. Lekker eten. Och. Dat zou wel bij ons passen. En als we dit ooit doen, ook al is het over 10 jaar, dan kunnen we dit zo. Ja, dan zetten we dit erin. It came true. Yeah. Naar welke concerten wil je graag nog gaan?
Panic at the Disco. Oeh ja. Ik kom waarschijnlijk binnenkort naar Nederland. Daar wil ik weer heen. Ben ik enger heen geweest. Ik wil heel graag. Ik ga nog naar Jason Derulo. Oh, leuk. Ja, dat was eigenlijk nu al. Alleen toen was het ineens verplaatst en nu is het in oktober. Oh, weird. Ik denk dat ik nog een keer iets van John Mayer of Ed Sheeran. Weet je wel, zo'n chill. Ja. Nee. Ja, ik weet wel iemand, maar die gaat nooit concerten doen. Maar Sia. Oh ja. Ik hou van Sia. Zij doet inderdaad natuurlijk. Zij doet geen concerten. Wow. Ik wil eigenlijk, het is niet een concert, maar wel een keer naar Coachella. Oh. Alleen al voor de outfits. Dat is ook wel even een goals. Echt, hè? Over 5 jaar. Ooit genoeg geld hebben. Oh, echt. Wat is jullie duurste kledingstuk? Ik heb niet zulke duurste. Ik ben niet zo'n big spender met outfits eigenlijk. Nee. Even denken. Ik ook niet. Ik koop gewoon shirtjes van 10 euro bij de H&M hoor. Echt hè? Mijn villa's waren 110, maar dat vind ik ook niet heel duur voor schoenen. Nee. Dat vind ik dat zeg maar best wel... Dat is nog wel redelijk normaal voor de sneakers. En voor de rest heb je mijn pak is bij elkaar 55, maar dat vind ik ook niet zo heel duur. Dat is ook niet een voor een pak. Dat vind ik een goede vraag en daar heb ik geen antwoord op. Inderdaad. Wat zou je dit jaar nog willen bereiken? In ieder geval na mijn afstudeerjaar mogen. Maar zoals het er nu uitziet gaat dat wel lukken. Maar zo, ja. 500 abonnees op YouTube. Je hebt er nu 200 hè? Ja. Slagen van mijn examen, maar dat weet ik over een paar maandjes hopelijk. Ik wil eigenlijk heel graag de 10.000 een keer halen. Maar dat is nog best wel groot mijlpaal voor een jaar. Laten we maar het is wel gewoon... een mooie goal. Ja. Wat is op dit moment je favoriete kledingstuk? Is dat een van die kledingdingen die... Oh ja. Ja. Deze. Ik word er echt helemaal duizelig van. Ik vind hem heel leuk. Best wel veel. Je pak. Ja, maar dat was een beetje vorige maand helemaal. Oh, oh my god. Ik vind hem nieuwe steeds... maand, hè? Ja, dan moeten we weer een nieuw ding. Maar ik heb nu ook mijn nieuwe broek. Ik heb daar nog niet mijn beste outfit bij, maar ik... Maar die komt voort. Nog. Ja. Dus dat is voor mijn cameo pants. Ja, die is wel vet. Dus dat is een goede aankoop, goede foto, goede look erbij. Wie inspireert je het meest? Wie is jouw powervrouw? Oh, ik vind Zendaya wel heel vet. Oh ja, eens. Gewoon, ik heb meer stijl-iconen, zeg maar. Of misschien Cara Delevingne. Ik vind haar ook tof. Ja, wat is iets wat jullie opvrolijkt? Chips. Oeh. Altijd gewoon standaard. Als ik sad ben, zou ik chips. Ik ga zo chips eten. Niet dat je sad bent, maar ik heb wel honger. Ik hou zoveel van chips. Ja, ik heb echt een slaving. Wist ik niet dat dat... Nee, dat is echt heftig. Dat is echt mijn obsessie. Pizza dan wel fijn in dat in het eetgenre? Ja, daar geef ik helemaal niks van. Echt? Gewoon chips. Jij maakt me ook wel blij met gewoon een dagje lekker op de bank. Ja, gewoon cozy. Lekker niks hoeven. Ja. Ook gewoon niemand die thuis komt. Dus je kan ook gewoon in je allerlelijkste outfit in, of gewoon zonder broek rondlopen. Because no one cares. True. Pasta carbonara. Ja? Nee, ik ben pasta pesto. Maak ik me heel blij mee. Maar met dan wel met courgetten. Met kip. Ik hou gewoon van eten, dus dan kunnen we nog wel even doorgaan. Hebben jullie een tatoeage? Ik wel. Heb jij niet, hè? Ik niet, nee. Hij moet hem goed, want als ik hem zo heb, lijkt hij scheef. Vraag me alsjeblieft niet wat het verhaal hierachter is. Daar heb je toch een video van? Daar heb ik een video van, kijk maar. Nee, nou, ik heb geen tattoo. Wil je een tattoo? Ja, op zich wel. Maar ik wil dat er wel een betekenis achter zit. Ik wil niet denken van, oh, dat vind ik wel leuk. Er moet wel iets achter zitten. Met wie willen jullie een video opnemen? Met jou. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Ik kan gewoon heel goed mezelf zijn bij jou. Oh. Het klikte meteen gewoon. Ja, wij zien elkaar bijvoorbeeld niet heel vaak. Omdat ik bedoel, omdat Emmy 5 lichtjaren verder woont van mij. En aan de andere kant, ik woon in Leusden. Dus we zien elkaar niet heel vaak. Maar als we bij elkaar zijn, is het gewoon ok. Chill. Weet je wel? En ook en als dat elkaar, is gewoon heel fijn. Maar ook op WhatsApp, als we elkaar een tijdje niet spreken of zo. En dan ineens weer wel, dan gaan we gewoon verder. Ja. En dan boeit het allemaal niet. En dat is gewoon chill. Je kan gewoon lekker... En wij hebben zeg maar een soort van boyfriend-girlfriend WhatsApp. Als in, zij vertelt mij echt de meest random shit. Ik haar ook. En dat is gewoon heel chill, want dat kan gewoon. Jij bent gewoon leuk. Gezellig. Nou, goed. En lief. Het klikt en dat is gewoon fijn. Ja. Oké. Mic drop. Wat is het leukste wat jullie ooit samen hebben gedaan? Ja, maar we doen meestal dezelfde dingen. Film kijken, chips eten, we zijn bios. Dat ene weekend. De Maze Runner Marathon. Maze Runner Marathon was heel leuk inderdaad. We hebben het eerste film gehad. Ja. The Dead. My ik YouTube vond het Gathering concert vond ik leuk. Ja, vond ik ook heel leuk. En de YouTube Gathering was vorig jaar heel leuk. Oh shit! Ja! Nee! Oh.
take your time. The clock is ticking, so stay. Heeft het ook? Tegen wie denk ik dan? Wat ik daar niet te veel. Emmy is echt helemaal aanwezig. We moeten dus veel meer herinneringen en dingen maken samen, zeg maar. We moeten meer beleven samen. Maar dat was denk ik wel, dat zijn de drie dingen die dan... Even zo er uitspringen. Ja, die echt heel leuk vonden. Maar wat ik dan nog een keer wil doen met haar is op vakantie en dat soort dingen. God. Ja, dat moet wel. Weet ik veel, met z'n tweeën naar een tof event of zo, evenement. Iets wat niet... Oh, en Valerie was ook heel leuk. Oh ja! Kaartjes gewonnen volgens mij. Deze hier had gewonnen. Oeh. Ik had gewonnen. Dus we hadden gratis kaartjes. Het was super lekker weer. Het was in een doordeweekse dag, dus het was heel erg rustig. Dus het was echt... Echt, alles was perfect inderdaad. Ja, we konden overal in. Het was heerlijk weer. Het was gezellig. Als jullie bij elkaar een tatoeage zouden moeten zetten, wat zouden jullie dan zetten? Oh my god. Oké. Okay. Ik denk gewoon iets kleins. Ja, in de stijl van je tattoo die je al hebt, zeg maar. Mm-hmm. Gewoon zo geometrisch, gewoon strak. Ja, dat vind ik ook wel het mooiste. En, ja, bij ook andere maar mensen. Maar wat precies? Daar denk ik dat we dan samen over dat moeten hebben. Ik weet gewoon iets precies bij jou, denk ik. Echt? Ja, ik vind het wel bij oppassen. Ik zou denk ik zo'n Hamza-handje. Ja. Heet Hamza, toch? Ja. Ik zou even kijken of ik het kan vinden en dan plop. En dan ook misschien op je pols of recht in je nek. Wel op zo'n symmetrisch plekje. Ja. Of zo tussen je schouderbladen. Ja, dat vind ik ook een mooi. Dat zou ik wel mooi. Toevallig van de week over nagedacht. Het lijkt me heel vet om echt recht mooi in je nek. Ja, dat ook, maar dan kun je ook je haar eroverheen doen. Dus dat en als je dan omhoog gaat, weet je wel, dan is het heel subtiel. Wat zou je nog ooit in je leven willen doen? En wat willen jullie samen nog een keer doen? Dus, nee, we hebben het al een beetje, maar misschien iets groters nog. Sowieso, ik wil echt naar zo'n Met Gala. Echt met een gala jurk naar een evenement. Dat lijkt me ook vet. Of de Oscars, weet je wel. Red carpet dingen. Ja, zoiets. Dat vind ik ook dat. En dan neem ik Emmy mee, want ik weet zeker dat jij het ook leuk vindt. Vet om een keer Harry Styles tegen te komen. Of Orlando Bloom. Of Johnny Depp. Tom Holland. Ja, de hele cast van de Avengers. Ja, gewoon zoiets. En samen gewoon lekker op vakantie. Ja, ja, maar dat gaan we doen, hè. Ja, dat lijkt me echt wel heel erg leuk. Ik moet nou onder dwang ja zeggen. Oh ja, dat om even nog meer onder drang. Als ik met iemand samen zou willen wonen, lijkt me best leuk om het Dat was ooit nog wel, daar hebben we het over gehad. Dus dat lijkt me echt wel, dat is wel echt een toekomstding. Misschien ooit. Favo liedje voor een zonnige dag. Het liedje van Pieter Konijn. Wat is dat nummer? Ik heb het niet. Ik heb een obsessie met dat lied, pak. Hij is super vrolijk, hij is heel leuk. Niet en James Corden zingt hem en hij is gewoon kei leuk. Hij is gewoon zo vrolijk. Ah, ik vind het wel cute. Okay. Maar deze is in ieder geval cute. Ik denk deze bij mij. Maar... Ja, daar ga ik altijd wel goed op, zo'n vibe. Als jullie een taart zouden zijn, wat voor taart zouden jullie dan zijn? Cheesecake. Of monchou. Echt? Waarom dat? Vind ik lekker. Ja. Even zo'n zachte vulling en dan een koekje. Oké, ja. Dan ben ik denk ik hazelnoottaart of zo. Dat is ook wel lekker. Met zo'n schuimtaart, weet je wel. Ja. Nou jongens, dat was de vragen. Dat was de vraag. Zijn dat waren op. Vergeet niet ook het kanaal van Emmy te checken, want we hebben een hele leuke video's samen. Ja. We gaan namelijk een soort outfit switch doen. Outfit switch. Nice save. Ja, outfit switch op Emmy's kanaal. Dus moet je zien. Maar vergeet niet de duimpje omhoog te doen. Op ons allebei te abonneren natuurlijk. Ook op Lloyd. En op Emmy. Ja, als je nog meer vragen hebt, leuke comment achterlaten. En dan zie ik je volgende keer alweer. Doei! Doei. Dus lachen. Sorry. You put the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together, and you know that it's the best of both worlds.